Welkom. Het zal geen nieuws zijn, we zitten met z'n allen in crisis op crisis. Dat is geen nieuws. De belangrijkste crisis waarschijnlijk, en de crisis die centraal staat in alle andere crisis, de klimaatcrisis. Crisis. De grote vraag is, gaan we hieruit komen? En zo ja, hoe gaan we hieruit komen? In zijn nieuwste boek zegt Jan Brandsen dat we hieruit kunnen komen. Onder de titel En Nu, wat sowieso een prijs moet krijgen, dit boek voor de leukste titel van dit jaar. En Nu, de mensen als bedreigde diersoort, heeft hij het over die crisis, maar heeft het vooral over dat er iets nodig is om eruit te komen en dat het dan ook mogelijk is om eruit te komen. En dat is mentaliteitsverandering. En mentaliteitsverandering is niet alleen maar een soort emotie die we hebben, dat is een keuze, maar dat is een keuze om ook te gaan denken, om anders te gaan denken. En daar komt de filosofie de hoek om, maar wel een heel speciaal soort van filosofie. Misschien niet per se die filosofie die hier aan de universiteit geleerd wordt. Dat is waar we het vanavond over gaan hebben. Denkend uit de crisis komen, mentaliteitsverandering, het vooruitzicht op misschien een andere toekomst. Het gaat vandaag vanavond zo. Overigens is mijn naam Kees Leijnhorst. Welkom. Ik ben toevallig ook filosoof. Het gaat zo. Jan zal een korte, heeft hij gezegd, min of meer, lezing 30 minuten houden, sharp, naar aanleiding over de thematiek van zijn boek. Daarna gaan we met hem in gesprek. We is Rian van den Born, sociaal milieukundige. Rian werkt ook hier aan de Radboud Universiteit. Haar project, belangrijkste project, wat voor ons vanavond het meest relevante is een project over heden, verleden, toekomst van het denken ook weer eigenlijk. De omgang met oceanen van de jeugd in Europa eigenlijk. Het is een Europees project. En de andere spreker is Elise de Meul. Elise werkt ook hier aan de Radboud Universiteit, is filosoof, werkt bij de faculteit Letteren op een project over duurzaam onderwijs. De verduurzaming van onderwijs, het indalen van het thema sustainability en duurzaamheid in het onderwijs. Maar ze werkt ook aan een project over voedselbossen. U misschien bekend, als het niet bekend is, ga het meteen thuis googelen. Want daar zit heel veel hoop in, denk ik. En dan niet over de biologie ervan, ook niet over de sociale aspecten ervan. Die worden al flink onderzocht, met name in Wageningen. Maar meer over de wederom mentaliteits-, culturele en ook filosofische, conceptuele aspecten van voedselbossen en onze veranderende verhouding van cultuur tot natuur, van mens tot natuur, van mens en mede diersoorten. Dus allebei zeer relevante expertise voor het thema van vanavond. We gaan in gesprek. Na afloop van het gesprek is er een mogelijkheid voor jullie om vragen te stellen. Er horen een paar hele simpele, doch strenge regels bij, maar die ga ik straks uitleggen. Het woord is aan Jan Brandsen. Dankjewel, goedenavond. 30 minuten, hè? En als het klopt, dan is dit hem nog niet, maar dit is hem wel. Ik ga niet het hele boek door, dat gaat natuurlijk niet. Ik ga beginnen bij twee beelden die we vrij dominant zijn geweest in 2500 jaar mensengeschiedenis. Het ene idee komt uit de Bijbel, hè? Man made in the image of God. En dat is de religieuze versie die zegt, eigenlijk zijn wij heer en meester over al wat leeft op aarde. En zo heeft God dat ook bedoeld. Nou is er natuurlijk sinds Darwin wel wat gebeurd. En sinds de moderne wetenschap in opkomst is er ook wel wat gebeurd.
Maar dat heeft nog niet per se geleid tot het kleineren van ons als heerser over de aarde. Want er is in de geschiedenis van het evolutionaire denken het beeld ontstaan dat op de een of andere manier wij toch wel de kroon op de evolutie moeten zijn. Dat ons brein is het meest wonderbaarlijke voortbrengsel van de evolutie. En het is zelfs zo'n bijzonder voortbrengsel dat het in staat is om die evolutie zelf te begrijpen en het leven in kaart te brengen. En als het ware te denken dat het leven zijn voltooiing heeft in ons. En als je nou ziet wat wij ervan gemaakt hebben. Want er zijn allerlei mensen die komen met een reactie op die ondertitel: de mens als bedreigde diersoort. Had je niet moeten zeggen, Jan, de mens als bedreigende diersoort? En dat is natuurlijk ook waar, snap je? Wij hebben onze leefomgeving, zijn wij zodanig aan het vernielen dat wij niet alleen maar al die andere diersoorten bedreigen, maar ook onszelf. Ik heb toch gekozen voor de bedreigde diersoort, omdat dat ons op een of andere manier alvast gelijk stelt met al die anderen. We zijn met z'n allen één in dat we bedreigd worden. Wij weliswaar door onszelf en die anderen door ons, maar toch. Dit beeld wil ik op zijn kop zetten door eigenlijk... Ik denk, hier zit wel een pijltje op. Ja, kijk, hier zit een pijltje. Dus als je nou dit rondje zo bekijkt, dan kan je denken... ja, deze die staat daar wel heel stoer... De culminatie van de evolutie te zijn. Maar je zou ook kunnen zeggen, het is pas de laatst gearriveerde. Er zijn diersoorten of levensvormen die miljoenen jaren ervaring hebben met het hier goed voor elkaar krijgen. En wij komen pas net kijken en we hebben ons volledig verkeken op onszelf. We zijn, in mijn termen, debutanten. We komen er pas net bij. We hebben nog geen flauw idee hoe dat moet. Een beetje bescheiden debutant gaat dan eens kijken van hoe doen al die anderen dat. Dat is een beetje het pleidooi van het boek. Dat als we over onszelf gaan nadenken als debutanten, dat we dan op een heel andere manier omgaan met onze leefomgeving, met elkaar, met onszelf. En met de bedreigingen die ons tegemoet lachen, zou ik dan maar zeggen. Dit beeld bevalt mij niet, daar wil ik er even direct bij zeggen. Omdat dit, snap je, je kunt natuurlijk denken van wat we moeten doen is heel goed voor onze omgeving zorgen. Want we hebben als het ware de aarde in onze hand. Nou, dat vind ik veel te pretentieus nog steeds, alsof wij die aarde in de hand hebben. Die aarde trekt zich helemaal niks van ons aan, op allerlei manieren. Die zit zich nu misschien af te vragen, hoe heb ik het ooit toegelaten dat die huftes hier zijn gekomen? Want op een bepaalde manier kun je ons ook heel goed, en ik doe het een klein beetje in het boek, maar dan trek ik daar toch vrij snel van weg. Je kunt ons ook best als huftes beschouwen. Dat zijn mensen die op een min of meer agressieve, blinde manier totaal de hele ruimte in beslag nemen en zich niets aantrekken van de aanspraak op ruimte die andere mensen. Je kent dat ook op de snelweg, snap je, de bumperklevers. Wij kennen veel te veel huftes al en we hebben het daar veel te veel over. Dat is een van de thema's van het boek. Niet over hebben. Maar als we onszelf gaan begrijpen als hufte, dan gebeurt er wel iets interessants. Dus de hufte die in de gaten heeft dat hij een hufter is, die houdt ook op met een hufte te zijn. Dus in een soort argument waarin ik denk, dat klopt. Maar ga niet denken dat dit mijn verhaal is. Die titel van vanavond, Denkend uit de crisis. Ik ben wel optimistisch en ook in het boek ben ik wel optimistisch. Maar dat je nu denkt van oké, we gaan vanavond even luisteren en dan hebben we de oplossing. No way, staat ook niet in het boek die oplossing. Dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Niemand kan een boek schrijven en pretenderen dat in dat boek de oplossing staat. Dat is dus een van de hoofdstukken. Ieder hoofdstuk heeft als titel van puntje, puntje naar puntje, puntje. Hoofdstuk 1 gaat van heerser naar debutant, daar heb ik net al iets over gezegd. Hoofdstuk 6 of 7, dat weet ik nou even niet uit mijn hoofd, is van oplossing naar improvisatie. We gaan wel met elkaar improviseren, we gaan hardop met elkaar denken. In die zin had Kees gelijk dat ik van filosofie iets anders wil maken dan een academische discipline die we alleen maar in een ivoren toren met elkaar bedrijven en dan denken van dat we iets te zeggen hebben over al die andere mensen. Filosofie moeten we gewoon echt met elkaar doen. Jullie, wij, met z'n allen. Oké. Kort iets over cognitie, want dat speelt wel een rol in mijn verhaal over hoe de evolutie en filosofie met elkaar te maken heeft, met de crisis te maken heeft, maar ook met hoe we eruit komen. Heel kort is het verhaal, cognitie is een biologische functie.
Waar gebruiken we die voor? Om ambiguïteiten, dubbelzinnigheden te ontmaskeren. Dus dit is geen boom. Als je goed kijkt, en hij doet dat, maar hij kijkt ons per ongeluk aan, dan zie je dat dit hier zit een uil. Die verstopt zich vrij goed. Camouflage is een machtig instrument in de natuur. En cognitie is als het ware een even machtig instrument wat zich keert tegen die camouflage. Dus je kunt je voorstellen dat we in de evolutie een soort van wapenoorlog, of hoe heet dat? Een wapenwedloop hebben gezien tussen camouflage en cognitie. En dan is er iets interessants gebeurd, omdat er iets ontstaan is wat je taal kunt noemen. En dat is op allerlei verschillende manieren ontstaan. Ik weet dat ik altijd met mijn handen praat, bijvoorbeeld. Dat zit vast op een of andere manier in dat lijf verankerd. Waardoor dit nog een soort restant is van toen we het nog niet met zulke heldere woorden konden, maar dat als het ware gebarend moesten doen. Dus gebarentaal. Ook in de mimiek in je gezicht. Maar natuurlijk zijn de woorden ook gekomen. En met de woorden creëren we allerlei mogelijkheden. En voor mij is het belangrijke mogelijkheid die we daar creëren, is dat we elkaar kunnen beïnvloeden. Niet alleen maar door macht uit te oefenen, maar door begrip te kweken. Door samen te werken. Coöperatie is mogelijk geworden via taal. Dat geldt voor alle diersoorten, denk ik. En die hebben dus ook allemaal hun manier van taligheid met elkaar. Dat wij heel veel van die talen niet goed verstaan, of dat we zijn gaan denken dat onze taal de enige taal is die er is, is weer een van die vergissingen die je krijgt als je denkt dat je de kroon op de evolutie bent in plaats van de laatst gearriveerde debutant. Dat idee van die wapenwedloop is tussen cognitie en camouflage, wordt versterkt door, even voor filosofen, maar ik ga er verder niet uitleggen. Als je het niks zegt, dan zegt het je maar niks. Er is een lange Cartesiaanse traditie die een soort van dualisme tussen ons en de natuur ook heeft vertaald naar tussen onze geest en ons lichaam. En dan kun je voorstellen dat de geest voorgesteld gaat worden als de mannetjes in de cockpit. Ja, en dat ons lichaam heeft een cockpit. Daar zit dan een kleine kroonprins in. En die zit aan de knoppen. We hebben de metafoor van aan de knoppen zitten nog steeds. Snap je nou? We hopen Wilders dat hij straks aan de knoppen van Nederland mag gaan zitten. En die beeldspraak van het cockpitdenken is een van de thema's die ik uit het boek wil krijgen. Of die ik in het boek beschrijf, omdat ik die uit ons denken over onszelf wil krijgen. We moeten ons niet voorstellen dat er ergens een cockpit is, dat als je daar eenmaal in zit, dat je dan op je dashboard alle relevante informatie krijgt en dat je aan de knoppen kunt draaien en dat dan gebeurt wat jij bedacht hebt in die cockpit. Dat type denken wil ik er helemaal uit. Dus er is inderdaad een hoofdstuk dat heet van cockpit naar speelveld. Er gebeurt op een speelveld van alles. En als wij menen dat ons handelen bestaat uit het nemen van beslissingen in een soort cockpit, en dat dan als je dan de beslissing neemt en je drukt op de juiste knoppen, dat dan de juiste dingen gebeuren, vergeet het maar. Dus dit werkt misschien wel voor jongetjes met vliegtuigfantasieën, maar het werkt niet voor menselijke interactie. Niemand van ons is een vliegtuigje die in de handen is van andere mensen. En de samenleving als geheel is natuurlijk ook geen vliegtuig wat als het ware vanuit de cockpit bestudeerd kan worden. Ik weet niet of je hier heel lang naar kunt kijken. Probeer maar even. Als het je niet meer bevalt, kun je naar Machiavelli kijken. Die is hier nog net zichtbaar. Wat ik hier probeer te verbeelden, is dat we heel lang over de evolutie hebben kunnen nadenken als dat is een strijd tussen eten en gegeten worden. Ja, dus je bent of een eter en dan heb je iets te eten, of je bent voedsel en dan word je gegeten. En met de komst van taal denk ik dat er een derde type levensvorm ontstaat. Niet alleen maar degene die gegeten worden en degene die eten, maar ook degene die samenwerken. Coöperatie is mogelijk. En
als je langs Machiavelli-lijnen denkt, en je denkt eigenlijk bestaan er alleen maar prooidieren en roofdieren, en als je dat vertaalt naar de natuur of naar de menselijke soort, dan zou je natuurlijk kunnen ook denken, oké, wij zitten hier met z'n allen, sommige van ons zijn prooidieren, voor de anderen dat zijn de roofdieren. De mannetjes en de vrouwtjes in sommige sociaal onveilige contexten, die snappen dit beeld. Maar als je gaat denken dat er meer mogelijk is dan alleen maar eten of gegeten worden, alleen maar gejaagd worden of opjagen. Je kunt ook samenwerken, er is samenwerking mogelijk op allerlei manieren. Dan kun je ook denken van, nou, Machiavelli is niet de enige die verstandig heeft nagedacht over politiek en over het heersen van het organiseren van de macht in een samenleving. Dat heeft ook gedaan onze grote vriend Erasmus. En beide hebben in dezelfde tijd zo'n beetje een boek geschreven over politiek. En Machiavelli schreef De Heerser, of De Prins. En Erasmus schreef De Opvoeding van de Prins. En dat is een heel ander soort benadering. En waarom ik het gebruik, en ik doe er in het boek ook nog best wel wat mee, is dat Erasmus een nieuwe vorm van, laat maar zeggen, het organiseren van onze pluraliteit. Dat is een term die komt bij Herman van Gunsten vandaan. Dat doet er verder allemaal niet zo heel veel toe. Die bespreek ik ook in het boek. Het organiseren van onze pluraliteit is wat we doen als we het met elkaar proberen uit te houden. Je kunt dat door macht uitoefening voor elkaar proberen te krijgen. Dat was het plan van Machiavelli. Je kunt het ook door samenwerking voor elkaar proberen te krijgen. Dat werkt als je allemaal goed opgevoed, ja, als je goed gevormd bent. Als je, en dus de kracht van Erasmus op een bepaalde manier is dat hij gezegd heeft, politieke macht zit niet in het bedrijven van politiek, maar zit in het stimuleren van een levensbeschouwing. Dat is eigenlijk de draad, de thema van het boek. Dus als we denkend uit de crisis willen, of als we, laat ik nog korter zeggen, als we uit de crisis willen, dan wat mij betreft doen we dat door denkend om te gaan met onze eigen vorming. Door denkend te komen tot een pedagogiek of een filosofie of een levensbeschouwing. En dat is meer waar het samenleven tot stand komt dan dat je dat kunt verwachten in de politiek. Nou, we hebben lang genoeg gekeken naar die leeuw met zijn prooi. Je ziet het voorbeeld natuurlijk prachtig bij de bonobo's die op een heel andere manier hun pluraliteit organiseren. Die werken samen, die houden van elkaar. Liefde speelt een beetje een thema in het boek. Dat zijn andere manieren van onze omgang met elkaar en met de wereld te organiseren. Het kan ook over de soorten heen. En daarin zijn we helemaal niet de enige. Snap je? Dus de krokodillen en de vogeltjes. Ik weet niet welke vogeltjes, en misschien ook niet alle vogeltjes, maar deze vogeltjes en krokodillen kunnen op een of andere manier dat goed voor elkaar krijgen, die pluraliteit, die organiseren ze. Honden kunnen dat ook, die gebruiken ook allerlei vormen van taligheid. Dat zit hem in die staarten en hoe ze bewegen. Wij hebben nog veel meer mogelijkheden als het ware in onze taligheid. Doordat wij, zoals ik nu aan het doen ben, woorden kunnen gebruiken, begrippen kunnen articuleren met elkaar. Daar komt filosofie bij kijken. Wat hebben die begrippen nu echt te betekenen? Wat onthult de taal, maar ook wat verhult de taal? Die hele problematiek speelt door heel het boek heen. Wat doet taal eigenlijk met ons en wat doen wij met taal? En wat doen wij met elkaar met taal? Dat is een belangrijk thema. En daar wou ik nog iets over zeggen, maar dat ontschiet mij nu. Dus ik ga hier naartoe. Misschien ben ik wel in minder dan 30 minuten klaar, Kees. Dit is de voorkant van het boek. Daar zitten mensen, die zitten onder een boom. Dat heeft te maken met dat ik probeer de filosofie weg te trekken uit de ivoren toren van de academie, van de universiteit, van de verwetenschappelijking van de filosofie. Als je daar een discipline van maakt die aan een kanon werkt, die als het ware een stapel kennis steeds groter probeert te laten worden, dan doe je niet aan filosofie op een manier waarop we als mensen met elkaar iets hebben aan filosofie. Dat moet gebeuren gewoon onder een boom, met elkaar. Dat wil niet zeggen dat je niet al die argumentatieve en conceptuele verfijning uit de filosofie niet kunt gebruiken. Maar je moet dat niet gaan overdrijven in een geïsoleerd
in een geïsoleerde discipline. Dat is het beeld. En dan wil ik er nog drie menstypes, maar nee, dat is drie archetypische rollen wil ik eigenlijk eventjes over het voetlicht brengen. Die spelen alle drie een rol. Morele gastmens. Ja, het blijft misschien een lelijk woord. Maar gastheer is een nog lelijker woord. En gastvrouw ook. En toen wist ik niet hoe ik dit moest doen. Dus ik heb eerder over de morele gastheer geschreven. Een aantal teksten zijn ergens in tijdschriften in de wereld. Die zijn verwerkt in dit boek weer terechtgekomen. Ik kwam toen ik aan het ploeteren was met hoe moet ik dat nou noemen? Gast, whatever. Kwam ik een interview tegen van Hanneke Groenteman met Raven ter Horst. Raven van Dorst, dus dat weet ik niet precies, maar die heb ik wel eens op tv gezien. Die op een of andere manier niet een man en niet een vrouw is, of juist allebei tegelijk. En Hanneke Groenteman zegt, volgens mij ben jij echt een morele gast. Nee, ze zegt niet moreel erbij, dat is mijn ding. Je bent echt een gastmens. En toen dacht ik, oké. Als dat dus kan en dat wordt gepubliceerd, ook al is het in de VARA-gids, dan is dat misschien toch goed genoeg om dat te gaan gebruiken. En dus heb ik het niet meer over morele gastheren, maar over morele gastmensen. Wat die doen, is dat die gastvrijheid creëren. Het fascinerende aan de morele gastmens, maar daar ga ik zo meteen pas over praten, bedenken, want ik heb er een plaatje bij. Wacht even. De debutant heb ik het al even over gehad. En de ontmoetingsreizigers, dat zijn de derde. Daar wil ik ook nog wat over vertellen, maar ik ga nu eerst naar het plaatje van de debutant toe. Wat er complex en interessant tegelijkertijd aan de debutant is, is als ik het verhaal vertel over de evolutie, snap je direct, denk ik. Ja? Wij zijn debutanten, klinkt eigenlijk best goed, al zeg ik het zelf. Op één manier klinkt het denk ik behoorlijk slecht, omdat we bij debutanten, we zijn zo ontzettend gewend geraakt aan verticaal denken, dat we bij debutanten denken aan, die staan helemaal onderaan de ladder. Die kunnen nog niks, die moeten hun mond houden, die weten helemaal niet waar ze het over hebben. En als kinderen eenmaal 7 of 8 zijn, zijn ze doorgaans ook heel goed gesocialiseerd en weten ze ook dat ze voorlopig helemaal nog niks te vertellen hebben. Maar als ze 3 zijn, en deze is vast geen 3, maar ik vond dat toch wel een mooi plaatje. Als ze 3 zijn, vragen ze de hele dag de oren van je kop door de hele tijd waarom te vragen. Dat is interessant. En dat is een mooi voorbeeld voor wat een debutant wat mij betreft is. Dus in het boek doe ik best wel wat werk om te proberen de debutant in ons te empoweren. Als het ware weg te trekken van dat verticale denken, waarbij je denkt, een debutant, ja, die komt pas net kijken, dus die weet helemaal niet hoe het moet. Dus je moet vooral zijn mond houden en een tijdje opletten hoe die anderen het doen. Maar als we allemaal debutanten zijn, dan krijg je een ander verhaal. En dan zijn, denk ik, de peuters van 3, van 2 of 3, die zijn echt een mooi voorbeeld. En wat is zo fascinerend daaraan? Die peuters hebben ontdekt dat zoiets als mogelijkheden reëel zijn. Dat klinkt dan misschien te filosofisch, maar ze hebben in de gaten dat een scenario zich niet op een vaste manier ontrolt. Als je een blokkentoren omgooit, dan valt die altijd om. Maar als je mensen een schop geeft, de ene keer doen ze dan iets liefs tegen je en de andere keer niet. Dus daar gebeurt iets interessants. En dan willen ze snappen waarom dit scenario nu op deze manier gaat. Dus ze vragen waarom. En ze vragen dat de hele dag door. Omdat ze als het ware niet per se verklaringsschema's willen proberen te ontwikkelen, maar ze willen proberen te begrijpen waarom het gaat zoals het gaat. En als je die vraag steeds blijft herhalen en zegt, ik wil eigenlijk gewoon snappen waarom wij doen wat we doen. Waarom jullie de rol accepteren die jullie accepteren. En waarom je in die rol blijft hangen. Waarom je, zoals ik het in het boek noem, je laat verleiden of je laat knechten door de macht der gewoonte. Dat is eigenlijk het verhaal. En peuters van 3 hebben de macht der gewoonte nog niet. Snap je? Want ze zijn nog helemaal niet in het land van de gewoonten. Nou, voor een deel al wel trouwens. Maar dus je kritisch kunnen verhouden tot gewoonten is eigenlijk waar ik de kracht zoek van de debutant. Dat is de debutant. Hier hebben we de morele gastmens. En ik heb Paul de Leeuw hiervoor als prototype. Dat heb ik al behoorlijk lang. Ik heb in 2010 al over Paul de Leeuw geschreven. Want ik vond dat hij iets zo ontzettend knap deed. Namelijk
echt als een hufter de totale ruimte in beslag nemen. Maar hem dan in beslag nemen om hem in de vorm van gastvrijheid aan zijn gasten terug te geven. En die beweging zie je bij gewone echte hufters helemaal niet. Maar je ziet hem bij Paul de Leeuw wel. Want hij neemt die ruimte in beslag. In feite omdat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de regiefunctie. Want de regie kunnen we met elkaar behoorlijk moeilijk organiseren. Snap je? Iedereen heeft zijn rol te spelen. Als we ons met de regie gaan bemoeien, dan vallen we bijna altijd terug in de macht der gewoonte. Dan vallen we terug in te denken dat er een of ander script is wat we nu eenmaal moeten volgen. Ik noem dat in het boek het script van het fatsoen, van de beschaving die ons dwingt om fatsoenlijk te zijn. Nou, Paul de Leeuw is nooit fatsoenlijk, maar wel super sympathiek. En hij neemt dus als het ware in zijn onbescheidenheid die ruimte om hem geregisseerd terug te geven aan zijn gasten. Dat vind ik het model van de morele gastmens. En ik denk dat dat een krachtig type rol is die we kunnen gebruiken in een wereld waarin we allemaal debutanten zijn. Dat zal niet iedereen even makkelijk kunnen. Daar komt best wel wat improvisatietalent bij kijken. Daar probeer ik een beetje... Ja, daar geef ik geen hints voor natuurlijk van hoe je dat moet doen. Maar ik probeer te beschrijven wat daar gebeurt. Of conceptueel uit te leggen wat ik denk dat daar gebeurt. Dat is de morele gastmens. De derde is de ontmoetingsreiziger. Die ik nu even over het voetlicht wil brengen. En ik vind het zo'n mooi woord. Ja, weer, sorry. Dus er zijn van die dingen, dan ben ik trots op dit boek. Dan denk ik, ontmoetingsreiziger klinkt zoveel mooier dan ontdekkingsreiziger. En wat er zo interessant aan is, vind ik, is dat een ontdekkingsreiziger is op zoek naar iets. En iets laat zich wel knechten. Iets laat zich ook wel pakken door jou. Iets heeft alleen maar jouw definitie van wat het is nodig om in jouw wereld te passen. Dus als je inderdaad als ontdekkingsreiziger de wereld rondgaat en je ontdekt Amerika, en je weet nog helemaal niet dat het niet zo heet, maar je heet zelf Amerika, dus je denkt, mooi ontdekt. Dan tref je daar grond aan, dan tref je daar specerijen aan, materiaal aan. Je treft daar van alles aan dat je goed kunt gebruiken voor jou, ter meerdere eer en glorie van jouw eigen rijkdom. Je treft daar ook wezens aan die er anders uitzien dan jou. Ze zijn een beetje rood. Ik weet niet precies, want dat verhaal kan ik helemaal niet geavanceerd genoeg vertellen. Maar er zijn daar natuurlijk andere mensen. Maar die definieer je niet als mensen, want je was op zoek naar iets. Niet op zoek naar iemand. En dus maak je er handelswaar van, je maakt er slaven van, of je gaat ze uitroeien en in Afrika haal je de slaven. En dat zijn wij wel met z'n allen gaan doen. Dus de ontdekkingsreizigers waren eigenlijk echt vieze, vuile roofkapitalisten. Dit ga ik nu even vertellen, want het is uit het boek gehaald onder het motto Kill Your Darlings. Ik was er heel erg verdrietig over een tijdje lang. Toen ik een klein kind was, liep ik altijd door de Jan Pieterszoon Koenstraat naar mijn school. En ik vond dat een prachtige naam. De Jan Pieterszoon Koenstraat, dat klinkt zo, dat is dat, bijna als een gedicht, kun je dat uitspreken. En daar voelde ik mij heel thuis. En zo'n soort ding had ik daar ingeschreven. En dat we dat nu niet meer kunnen natuurlijk. Want we moeten nu denken dat Jan Pieterszoon Koen was gewoon echt een massamoordenaar. Snap je? Die heeft gewoon genocide gepleegd op de Banda-eilanden. Omdat hij zo het monopolie op het nootmuskaat wilde vestigen voor Nederland. Er is gewoon, de hele eilanden zijn echt daadwerkelijk uitgemoord. Dus dat doen de ontdekkingsreizigers. De ontmoetingsreizigers zijn niet op zoek naar iets, maar naar iemand. En dan krijg je een heel ander verhaal. Want als je naar iemand op zoek bent, kom je altijd in een wereld die al van die ander is. En dus verlaat je je eigen wereld, kom je in de wereld van die ander, neem je natuurlijk wel jezelf mee. Op de een of andere manier kom je elkaar tegen en kom je tot de slotsom. En vermoedelijk toch al best wel vrij snel dat jouw wereld mijn wereld niet is en mijn wereld jouw wereld niet, maar dat we met elkaar een nieuwe wereld kunnen bouwen en dat we wel moeten op het moment dat we elkaar ontmoeten. Dat komt bij Badiou vandaan, een Franse filosoof, waar ik ook verder helemaal niet, snap je, die dingen vind ik nooit zo heel belangrijk. Maar het is maar om te benadrukken dat ik heb het allemaal niet zelf bedacht. Maar ik ben natuurlijk gevormd door al die literatuur die ik gelezen heb. De ontmoetingsreiziger is dus iemand die een nieuwe wereld moet bouwen met anderen. Als je dat als debutant doet, en ik moet dan nog één
klein stukje vertellen over Milan Kundera. Want die heeft eigenlijk iets heel moois gezegd over de status van ons als debutanten. Zijn mooie opmerking is, de repetitie voor het leven blijkt het leven zelf al te zijn. En dat gaat je leven lang mee. En dat betekent dat op ieder moment in ons leven, we op dit moment als het ware weer een debutant in ons eigen leven zijn. En als je dat realiseert, dan moet je ook tot de conclusie komen dat we nu in een omgeving zitten waar we nog nooit, in deze formatie zijn we nog nooit bij elkaar geweest. En daar moeten we dus iets van zien te maken. En als we daarin ontmoetingsreizigers zijn, en als debutanten moeten we wel ontmoetingsreizigers zijn, omdat we moeten uitvinden hoe dat eigenlijk hier gaat. Wij zitten in een wereld die, je zou kunnen zeggen, want er zijn allerlei, je kan de ondertitel van mijn boek ook gebruiken als een enorme alarmbel. Het is bijna 12 uur, snap je? Het is blijkbaar al een paar seconden nog voor 12. En als je daar serieus over nadenkt, dan gebeurt er natuurlijk, net als met oud en nieuw, er gebeurt om 12 uur gewoon, ja, trouwens nu met oud en nieuw gebeurt er wel best wel wat, want dan gaan ze allemaal vuurwerk afsteken. Maar gewoon als het vanavond 11:58 is, kun je gewoon rustig gaan slapen, want na 12 uur wordt het gewoon 11:50, dan weer 2 en dan weer 3. Dus dat het bijna 12 uur is, betekent ook dat de volgende dag bijna gaat beginnen. En dat vind ik een mooi soort van omkering. Dat is wat ontmoetingsreizigers voor elkaar krijgen. Omdat ze snappen van het ligt niet aan ons. Het ligt ook niet aan mijn wereld zoals ik hem definieer. We kunnen met z'n allen een dramawereld van onze wereld maken. Die aarde gaat echt wel door. Wij kunnen proberen iets van ons eigen en ons eigen leven te maken in een leefomgeving die we niet hoeven te vernielen. Omdat die leefomgeving op een of andere manier toch ook steeds ons reële mogelijkheden biedt. Dat was het. En nu? Ga je zitten? Waar ga ik zitten? Hier. Ja, en nu gaan we met elkaar praten. Dat doen we niet zomaar. Dat doen we aan de hand van een paar filmpjes. En die filmpjes die gaan allemaal over het thema waar je het over hebt gehad. Over mentaliteitsverandering, over wereldbeeld, natuurbeeld. En ik ga er niks meer over zeggen. Ik ga naar het filmpje en ik had eigenlijk... Ja, ik zit denk ik op jouw plek. Ik denk het ook. Maakt niet uit. Dat doen we ook doen, dat ik daar ga zitten. Nee, het is helemaal goed, joh. Als het goed is, mag ik klikken? Mag ik nog een keer klikken? Nee, dat is nog allemaal oude plaatjes van mij die erachteraan zitten. Oh. Dat wisten die mensen niet. Wait. Klopt, je moet nog door. Allemaal dingen die ik niet gebruikt heb. Ga maar door, gauw. Kijk, daar heb je hun nog. En deze, ook mooi. Steeds spannender. Sorry, hier is die. Hier is hij. We gaan gewoon kijken. Kijk daar, ik zie daar niks. Dit is dus een officieel filmpje van deze universiteit. Onder het motto, je bent nodig. You have a part to play. Rian, kun je iets zeggen over dit filmpje in termen van natuurbeeld? Hoe we denken over de natuur, hoe we denken over onze plek in de natuur en hoe dat misschien ook anders kan? Ja, dat is een hele brede vraag. Daar kan je op heel veel verschillende manieren antwoord op geven.
Wat misschien wel leuk is, ook in aansluiting op wat Jan heeft verteld, is het onderzoek wat ik doe, is ook gebaseerd op de filosofische ideeën over hoe mensen zich verhouden ten opzichte van de natuur. Waarbij dan, dat zal Elise ook weer zeggen, als we het hebben over mens en natuur, dan is dat natuurlijk al een vrij arbitrair iets als de mens ook natuur is. Dus het is al een beetje raar om er zo over te praten, maar als je erover wil praten, moeten we dat misschien maar gewoon wel even doen met de kanttekening dat je er natuurlijk ook op die manier naar kan kijken. En dat hebben we in heel veel landen, niet alleen in Europa, maar ook in andere landen, hebben wij dan onderzocht hoe mensen eigenlijk die relatie zien. Want filosofen die zeggen inderdaad, nou, je hebt die heerser, waar jij het ook over hebt gehad. Mens staat boven natuur, kan ermee doen wat hij wil. Nou, dat sluit niet aan bij het filmpje. Dan heb je de rentmeester en die zegt, de mens staat wel boven natuur, maar is wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen. Nou, dat zou misschien iets met het filmpje te maken kunnen hebben. Dat is de hand die aan het begin liet zien. Hè? We staan wel boven, maar we moeten er wel voor zorgen. En dan heb je meer wat dan ecocentrische beelden worden genoemd. Een partner die zegt, nee, mens en natuur zijn van gelijke waarde. En daarmee zijn ze ook als een soort partners. En zo moet je ook met elkaar omgaan. En dan het vierde beeld wat filosofen dan onderscheiden is de participant. En die zegt, nee, mens is onderdeel van de natuur. Maar niet alleen biologisch, fysiek. Hè, maar ook dat is dus belangrijk voor wie we zijn. Voor onze identiteit, die relatie met natuur. En dan zeggen de meeste filosofen, die zeggen dan, nou ja, mens is duidelijk heerser, kijk maar hoe we ons gedragen. Maar het gaat natuurlijk om, wat vinden we ten diepste eigenlijk hoe het zou moeten zijn. Mm-hmm. En dan is het wel interessant dat we tot nu toe in alle landen vinden dat mensen zich in geen van de vier beelden herkennen. In de zin niet wel qua gedrag, maar wat ze vinden dat het zou moeten zijn, hun houding. Mm-hmm. Maar dat ze zeggen, nou, eigenlijk zijn wij onderdeel van die natuur, dat is die participant, maar we zijn er ook verantwoordelijk voor. Dat is die renmeester. Filosofisch is dat een beetje een interessante duiding. Want dat is ecocentrische, antropocentrische, wat samengaat, kan dat wel. Nou ja. Dus dat is denk ik wel interessant. Dat mensen die combinatie zien. En nou ja, ik weet niet hoe jullie dat dan met het filmpje, of je dat daar ook in terugziet. Daar zit denk ik wel die verantwoordelijkheid in van, hé, we moeten nu wat doen. Mm-hmm. Maar ja, zijn we ook dat onderdeel van de natuur? Ja. Elise, kun je vanuit jouw onderzoek, en denk met name aan je voedselbos verhaal, maar überhaupt, zou je hier aan kunnen sluiten? Nou, wat ik heel aardig vind van dit filmpje is dat het eigenlijk speelt met soort dominante ideeën die we met name in het Westen erop nahouden als het gaat om mens-natuurrelaties. Dus het speelt een beetje met een trope die je vaak ziet in dit soort filmpjes. En vaak zijn het dan, je ziet ontbossing, je ziet arme chimpanseewezen die triest achterblijven in asresten. En dan inderdaad wij als stewards worden aangesproken van kijk eens wat we hen aandoen. Wij moeten hier iets aan doen. En je verwacht dat bijna ook bij dit filmpje. Je ziet die beelden voorbij komen. We worden aangesproken op die trope van oh ja, zie je wel, allemaal heel erg. En dat is allemaal onze schuld. Wij moeten daar iets aan doen. En dan aan het einde wordt eigenlijk die denkfout zichtbaar gemaakt door het beeld van die baby. Een mensenbaby, een mensendier. En er wordt dan een vraag bij gesteld. Ik zou eigenlijk zeggen dat moet misschien gewoon een statement zijn. Ook de mens is natuurlijk een bedreigde diersoort. En wij zijn niet anders in dat opzicht of beter dan. Dus wat dit filmpje heel mooi doet, vind ik zelf, is die denkfout zichtbaar maken. En die denkfout die is al lang aanwezig. Hoe lang precies, daar kan je over debatteren. Jan geeft ook mooi wat voorbeelden. Bijvoorbeeld de Bijbel, het christendom. Sommigen zeggen, nee, nog verder terug. Eigenlijk het moment dat wij met landbouw begonnen, daar is waar het mis is gegaan met ons. Anderen zeggen weer, nee, het was de evolutietheorie waar we per ongeluk hebben bedacht dat wij inderdaad aan het einde van die lijn staan. En elke keer die verhalen, die construeren eigenlijk elke keer weer datzelfde beeld. De mens als iets wat eigenlijk tegenover een natuur staat, die dat kan beheersen, controleren, ervoor kan zorgen. Eigenlijk zijn dat allemaal verschillende gezichten van eenzelfde soort rol. Namelijk de mens die staat tegenover de natuur. Mm-hmm. Terwijl we in feite, als je het even heel feitelijk bekijkt, zijn wij natuurlijk gewoon ook die natuur. Mm-hmm. Jan, is het erg dat we mensen een bedreigde diersoort is? Dat is toch goed nieuws voor de natuur, dat we onszelf ook bedreigen? Dan is de grootste bedreiging voor de natuur is eigenlijk weg. Wat is er eigenlijk erg aan? Is er iets erg aan? Ik denk dat je vrij snel twee antwoorden moet geven. Het is misschien voor de aarde helemaal niet zo heel erg. Maar voor ons natuurlijk wel. Ja. En daar, ik hoor jou ook praten over ecocentrisch en antropocentrisch. Die grijpen op ingewikkelde manieren op elkaar in. Ik vond het wel grappig dat jij zegt van eigenlijk had het een statement moeten zijn. Het was natuurlijk de eerste paar dagen was het een statement. En toen kwam er veel verzet vanuit de universitaire op de universiteit, ja. Is het veranderd in een vraag. Ja. En ben je het daarmee eens? Ach, ik weet het niet. Kijk,
wat ik het mooie aan het filmpje vind, en dat hoor ik jullie ook zeggen, is het maakt duidelijk dat we beter moeten denken over iets waar we te slordig over nadenken. Mm-hmm. En het zet de universiteit dan mooi neer als een plek waar dat denken kan gebeuren. Er zit natuurlijk een soort van dubbele bodem in, want de universiteit is ook de plek geweest waar dat instrumentele denken en die wetenschap, techniek, huwelijk op zijn krachtigst heeft kunnen worden de afgelopen 200 jaar. Dus we zitten daar als universiteit met een dubbele pet. Maar laten we die dan ook oppakken. En laten we dan in de gaten krijgen dat we een bedreigde diersoort zijn, maar dat dat vooral komt door onze manier van leven, waardoor wij onze leefomgeving ook totaal, snap je, bedoel, dus de andere diersoorten, die hebben een, ja, dit is best moeilijk om dit goed te zeggen. Die hebben een, dus de enige manier waarop ik het nu kan zeggen, maar die is ingewikkeld, die hebben een veel natuurlijkere, vanzelfsprekendere harmonie en balans tussen hen en hun leefomgeving, die past bij elkaar. Dus zoals Wittgenstein zegt, als je aan een tijger vraagt wat is er aan de hand op de wereld, dan gaat hij over allemaal tijgerdingen praten. Ik weet trouwens niet of het een tijger gelooft dat het een leeuw was, maar anyway. Ja. Dat wij vooral mensen dingen zien in de wereld is niet zo heel gek. Dat we nu vooral destructie zien, houdt ons een hele goede spiegel voor. Mm-hmm. En zet ons aan het denken. En met denken kunnen we echt wel wat. En dus achter op mijn boek staat, want woorden zijn daden. En dat meen ik eigenlijk ook echt. Ja, daar ga ik vanuit dat je je boek meent. Maar Rian, zou je ook nog, dus in je onderzoek nu, heb je het over oceanen? Heb je het over de rol heb je het over jonge mensen? Mm-hmm. En hoe die denken over oceanen? Worden die aangesproken door zo'n filmpje? Ja, ik denk het wel. Maar wat wij wel vinden bij de groep jongeren die wij onderzoeken, en dat is breed hoor, want dat is van 18 tot 30. En dan door heel Europa zijn we met jongeren in gesprek over zeeën en water en oceanen. Maar wat we wel vinden is dat het voor hun wel de complexiteit van het probleem en de zwaarte ervan, dat drukt zwaar op hen. Waardoor wij bij een flinke groep een news avoidance vinden. Dus dat ze echt letterlijk zeggen, ik ga daar niet meer, ik hoef dat allemaal niet te lezen en te weten. Nee. Want het komt gewoon te hard binnen en ze voelen zich daardoor gewoon te machteloos of te demotiverend of deprimerend. Moedeloosheid wordt vaak genoemd. Dus daar zit wel een balans in. Ik bedoel, het filmpje wil je aanspreken, maar ik denk dat mensen die zich bijvoorbeeld al betrokken voelen, die kunnen er ook, dan kan het ook weer te veel benadrukken van, ja, maar hoe gaan we dit dan, wat er verandert niks. Mm-hmm. Mm-hmm. Als je vanuit jouw onderzoek, ben je optimist of ben je pessimist? Jan is optimist. Hij heeft zich vanavond weer bekend. Het is 2 voor 12, is goed nieuws. Let's party, de volgende dag komt. Say let's party. hoe zie jij dat? Oh, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk dat hele 5 voor 12, die metafoor, is wellicht een wat gevaarlijke metafoor. Omdat dat juist ook oplossingsdenken in de hand werkt. Zo van, als we nu in actie komen, dan kunnen we het allemaal nog oplossen. Terwijl ik denk, die transitie die is al lang gaande. We zitten in een beweging waar we zelf ook deel van uitmaken. En we kunnen allicht elegant omgaan met die beweging. En proberen ons handelen of ons denken inderdaad aan te passen. En op andere manieren om te gaan. Op jouw vraag, ben ik dan een pessimist of ben ik positief gestemd? Ik zou eerder zeggen, ik ben een relationist. Dus ik geloof, we moeten gaan zien dat we deel uitmaken van dat grotere geheel. En ook meer gaan focussen op die relaties. Niet alleen onderling, hè, dus de gesprekken onder de boom, maar ook eigenlijk met andere soorten, dus gesprekken met de boom misschien mm-hmm. wel. Mm-hmm. Je noemt net de peuter die waarom vragen stelt. Ja. Ik denk dat andere soortigen ons net zo goed een Socratische spiegel kunnen voorhouden en die Socratische rol op zich kunnen nemen. Dus dat waarom.
Als je het dan hebt over transitie, wat voor een transitie kun je daar een voorbeeld van geven? Waar heb je het dan over? Nou, ik denk dat we ecologisch gezien al lang in een transitie zitten. Alle onderzoeken wijzen daarop. Allerlei diersoorten en plantensoorten, myceliumsoorten, die zijn met uitsterven bedreigd of misschien al verdwenen. Heel veel hebben we nooit ontdekt. Om de ontdekkingsreiziger nog even bij te halen. Dus daar weten we niet eens van dat ze er ooit waren en nu weggaan. Ook wij zelf maken deel uit van die transitie, of we dat nou willen of niet. Er is van alles gaande. En die transitie is denk ik nodig ook op het vlak van sociale, politieke, economische aspecten. Dat is dan het menselijke verhaal ervan. En we zullen daar op een gegeven moment toch aan moeten geloven, of je nou wil of niet. Maar wat je net noemt met dat filmpje, dus dat er eerst een statement stond, een vraag en dat er zoveel weerstand op komt, dan zie je eigenlijk al hoe moeilijk het is om die denkstap te maken. Omdat echt onder ogen te komen. Dus jij vindt dat vraagteken eigenlijk jammer. Je had liever dat uitroepteken willen hebben. Ja, want als je zegt woorden zijn daden, als je dat serieus neemt, dan is dit eigenlijk een stapje terug. Ja. Dan zeg je eigenlijk, nou, er is nog wat ruimte om te zeggen, dit is misschien niet zo. We kunnen daar nog omheen denken of zo. Ja. Het stellen van een vraag is ook iets wat je bijna altijd, wij in ieder geval, heel vaak in woorden doen. Hè? Dus ik vind het vraagteken daarachter niet per se zo erg. Maar de manoeuvre, hè? Waarom niet? Omdat ook als je het als statement, stel dat je er een uitroepteken achter zet, dwingt het je ook om na te denken over wat bedoelen we eigenlijk met bedreigde? Wat bedoelen we met diersoort? Wat bedoelen we met mens? En als je het in de vorm van een vraag stelt, heb je het is niet voor niks dat mijn boek En Nu heet, vraagteken. Het dwingt je om. Het dwingt je om het gesprek te openen over wat je beweert. En in die zin vind ik de formulering met vraagteken zeker zo interessant, omdat zonder vraagteken hij toch bij het hele publiek uitlokt. Hoe bedoel je? Ja. Wat zeg je nu eigenlijk? Ja, ja. En met de vraagteken maak je dat wat explicieter. En eigenlijk zwak je het een beetje af. Hè? Ja. Dat is denk ik wat geprobeerd is in de universitaire gemeenschap wat gemakkelijker achter dit filmpje te krijgen. Ja, was jij blij met het vraagteken? Daar heb ik niet zo'n mening over. Maar mag ik ingaan op je andere vraag over dat optimisme versus... Ja. Want daar zat ik ondertussen nog met mijn hoofd. Nou, helemaal goed. Omdat optimisme kan ook een soort naïef optimisme zijn. Hè? En ik zou daar eigenlijk nog willen pleiten voor het woord hoopvol. Die gebruikt je volgens mij ook helemaal aan het begin, het woord hoop. En die zien wij ook heel veel terug bij de jongeren, de hoop. En daar kan ik wat meer mee dan optimisme versus pessimisme. Omdat die volgens mij wat meer in het midden zit. En we hoorden dat woord hoop dus veel terug bij jongeren. En ook trouwens hier binnen de universiteit met in het onderwijs. Maar toen vonden we dus ook, dacht ik, nou, hoop, daar had ik zelf nog niet zoveel over nagedacht. Dus ik ging literatuur erover zoeken. En toen vond ik dus een prachtige artikel over... dat ging dus ook over hoe ga je eigenlijk met al die emoties om waar we net over hadden. En die dus vrij heftig zijn voor de jongeren. En die hadden het over een soort copingstrategieën. Hoe je daarmee om kan gaan. En uiteindelijk kom ik dan namelijk weer bij hoop. En de eerste strategie is, je hebt heel veel emoties. Maar dan ben je dan op die emoties zelf gefocust. Dat wordt of heel heftig en dan krijg je die moedeloosheid of machteloosheid. Of je probeert ze juist te vermijden. Want ze zijn te confronterend, dus dan ga je daar omheen. En tweede strategie was dat je heel erg op het probleem focust. En wat de jongeren die dat deden als strategie hadden, was dat zij allerlei dingen gingen doen. Op individuele basis proberen heel goed voor het milieu te zorgen. Dus en dat ging echt ver. He, dus dan niet alleen minder vliegen of geen vlees eten, maar echt streng voor zichzelf. Geen plastic gebruiken, geen kleding kopen. Die waren echt. En dan zeiden ze er ook bij, ja, ik weet dat het uiteindelijk niet voldoende is. Maar zo voel ik me gewoon beter of minder schuldig. Zowel de eerste als de tweede strategie leiden niet tot bevredigende gevoelens of meer welzijn of het gevoel dat je echt iets deed wat impact maakte. En de derde strategie, die is eigenlijk dat je met ook vertrouwen hebt in de acties van anderen. En daar zit ook dat samenwerken wat ik in jouw verhaal sterk terug hoorde. Dus de mensen die een groep hadden gevonden van peers, gelijkgestemden, en met wie ze samen iets kleins deden, dat kon al heel lokaal zijn, samen een moestuin of iets groters, dat maakte niet zoveel uit. En soms wisten ze ook van, ik zit in een bubbel. Ik weet ook wel dat niet iedereen zo is, maar dat hielp hen enorm. Dus die hadden vertrouwen in actie om
niet alleen individueel, maar samen met anderen iets te doen. En ook het vertrouwen dat ook op hoger niveau, dus overheden, of dat daar ook wel een bereidheid zat of iets om impact te maken. En die derde groep, dat werd in de literatuur dus genoemd, dat zijn de mensen die dus zinvolle actie, hè, die voelen dat hun actie zinvol is, daar geloven ze in. En daarom hebben zij constructive hope, constructieve hoop. Mm-hmm. Ja, dat vind ik een prachtig woord. Mm-hmm. En ja, ik heb hiervoor een ander Europees project gedaan, wat ook ging over wat motiveert mensen nou om in actie te komen voor natuur. En toen vonden wij ook dat dat begrip van meaningfulness of zinvolheid, mensen het gevoel van ik wil iets doen wat, wat betekenisvol is in mijn leven. En omdat zij zich verbonden voelden met natuur, was het iets doen voor natuur, gaf hun leven zin. Nou, en dat zie je hier dus ook weer terug. Dat je iets, het gevoel hebt dat je iets doet wat zinvol is. En dat was in dit geval samen met anderen en met vertrouwen. Mm-hmm. Nou, dan geeft dat constructieve hoop. Ja. Wat minder hoopvol is, is dat in de huidige generatie mensen zich steeds moeilijker lijken te vinden. Hè? Elkaar te vinden. Dat is ook een groot thema aan de universiteit. Cohortvorming, groepsvorming is heel problematisch na corona. Dat is weer minder hoopvol, toch? Het geeft inderdaad de urgentie aan van hoe belangrijk het is om die peers wel te vinden. Ja. Over die peers en over jongeren gesproken. We gaan naar het volgende filmpje. Okay. Dat is een hele bekende. Deze. Oh ja. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Ja, over emotie gesproken. Greta Thunberg spreekt de Verenigde Naties toe en de dames en heren die om de oren geslagen worden, applaudisseren voor haar. Probeer dit filmpje eens te verbinden met jouw verhaal. Ik moet dan vooral denken aan de cockpit, eerlijk gezegd. Want Greta staat hier in de cockpit, hè? Ja. Van de Verenigde Naties. Ja, dus dat maakt het ook wat ingewikkelder. Hè? Dus als je het cockpitdenken wel intact houdt. Ik denk dat zij op de positie zit waar ze denkt van het is 2:12 en we moeten nu echt iets doen en anders gaat het mis. En mijn verhaal is, als het misgaat, dan wordt het gewoon 3:12 en dan is er gewoon weer een hele dag. En het zou best kunnen dat het met ons slecht afloopt. Hè? Dus laten we daar simpel over doen. Wat ik denk dat ik het liefste eerst wil combineren met jouw optimisme en pessimisme verhaal. Omdat optimisme komt van optimaal. Hè? Dus het komt van het optimum. Het komt niet van oneindige economische groei, maar het komt van het vinden van de juiste balans. Het vinden van het optimale punt. En dat is een middelpunt. En dat is een punt waar je als ontmoetingsreiziger met de ander de hoop vindt om er iets van te maken. Dus zo leg ik het uit. Dus eigenlijk leg ik haar... ik zou dus heel graag eens met haar willen praten over de cockpit. En ik snap dat het, van mij is dat ook ontzettend naïef. Want er zijn vast heel veel plekken waar mensen heel veel invloed hebben. Ik denk dat de fantasieën die er waren in de tijd van corona, dat we dachten van achter het Economic Forum zit een of andere, hoe heet die beesten? Beesten uit een andere, reptielen van een andere planeet die stiekem ons aan het manipuleren zijn. Snap je, dat is typisch. Dat is niet zo, hoor. Ja. Sorry. Oh, dat is niet nee, zo. Dat is niet zo. Sorry, Kees. maar dat soort conspiracy theories, die gedijen heel goed precies bij het cockpit denken. Ja. Te denken dat er ergens wel een centrale controle-eenheid is. En als die er niet is, als we echt met z'n allen op een speelveld zitten en het daar moeten zien uit te houden, dan krijg je, snap je, dan worden het de kleine bubbels waar mensen met elkaar iets zinnigs doen. Dat kan op allerlei plekken.
Dat is ook de enige manier waarop dat kan groeien. Omdat er niet vanuit boven een soort van centrale... Ik bedoel, je ziet het hier aan de universiteit. Ik bedoel, daar kunnen we allemaal over meepraten. Snap je? Dat is pas best een... Dat zijn bij elkaar 35.000 mensen. Dat is helemaal niet zo heel veel. Dat is totaal niet te sturen. Daar groeit iets. Daar kun je wat invloed hebben. Daar probeer je met elkaar iets voor elkaar te krijgen. En zo kabbelt dat een kant op. En het kan natuurlijk best, bedoel, volgende generaties mensen krijgen het vast veel slechter dan wij het nu hebben. Dan zeg maar mijn generatie. Mm. Ja? Dus ik denk dat een van de belangrijkste lessen in het onderwijs is ook dat wij onze studenten moeten duidelijk maken. Ga niet doen zoals wij. Ga niet proberen iets van ons te leren. Wij hebben het verkloot. Dus ga echt iets anders doen. Dat is denk ik wat ik ook doe. Wat vraag je, dus dat is wat wel wat Greta zegt. Hè? Je komt naar ons toe voor hoop. Ja. Je komt naar de jonge mensen toe voor hoop. Dat zijn als het ware onze docenten, om het zo te zeggen. Ja. Je had het over het relationele, over verbinding. Zie jij dit terug in het filmpje? Hoe reageer je op Jan's verhaal? Ja, ik denk inderdaad dat cockpit denken, dat is misschien een reden om te wantrouwen. Dus om te zeggen, hè, zij zijn degene die alles verkeerd doen. Ja. Of misschien een reden van wat je dan nou naïeve hoop of zo zou kunnen noemen. Ja. Zo van, ik hoef nou niks te doen, ik kan in mijn vliegtuigstoeltje gaan zitten en de riemen vast. En dan hoop ik dat die piloot ergens daarvoor wel weet hoe we dit gaan oplossen. Mm-hmm. Terwijl wat Jan net denk ik terecht zegt is, we hebben in feite allemaal macht. Eén individu, dat lijkt misschien heel onbeduidend in dat grotere geheel. Maar als je dat keer 8 biljoen plus doet, met al die individuele handelingen die vaak toch best wel op elkaar lijken. Want er zitten ook culturele tendensen in. We willen allemaal min of meer dezelfde dingen in ons leven. Het individualisme heeft zelfs onszelf ook tot kleine pilootjes van onze eigen cockpit gemaakt. Met al het efficiëntiedenken en het beste van jezelf maken. Of de beste versie van jezelf moeten worden of zo. Dat zit in ons allemaal. En als je inziet dat wij dus allemaal misschien niet in gelijke mate macht hebben, maar toch zeker wel een vorm van macht om dingen anders te doen, dan kan dat heel empowering, sorry voor het lelijke Engelse woord, zijn. Dus dat is een ander soort mensbeeld of een ander soort zelfbeeld, wat ook wel eco-identiteit wordt genoemd. Dus niet zozeer dat je een soort groene guru bent of zo, maar meer het idee dat je beseft dat je inderdaad deel bent van een groter geheel, waar je nooit helemaal invloed op kan uitoefenen, maar wel degelijk kleine beetjes invloed. Die tezamen, die hele optelsom van al die individuen, dat is enorm groot en heel erg machtig. Ja. Rian, je hebt je veel met jongeren bezig gehouden. Herken je dat sentiment van of het sentiment is een beetje flauw gezegd, maar die emotie die je hier uitspreekt, dat het filmpje, zie je dat terug? Ja. Herken je dat? Ja, dat is zit heel veel verschil in dat intergenerationele aspect. Dat was echt interessant, want dat verschilde heel erg. Er waren jongeren die inderdaad boos waren. En dat zie je hier toch een beetje. Ja. Jullie komen naar ons, dus er zit een soort verwijt. Dat hoorden wij ook. En dat werd ook gekoppeld aan mentale problemen die jongeren hebben. Dus zij zeiden, ja, die generatie boven ons heeft ons opgezadeld met al deze milieuproblemen. En nu zijn zij geïrriteerd of worden wij verweten dat we veel mentale problemen hebben. En dat koppelde ze aan elkaar. Ja. Dat vond ik interessant. Dus had ik er nog niet bedacht. Dus ze vonden dat onterecht. Dus dat komt eigenlijk door jullie. Dan zit je heel erg in die padstelling. Maar ik had later dan in een andere soort focusgroep met een andere groep jongeren. En die zeiden juist dat ze het vervelend vonden dat er zo weinig ruimte was voor intergenerationeel leren. Dus niet in de zin van, we kijken vooral niet, want ze hebben alles fout gedaan. Maar ze zeiden bijvoorbeeld, als je keek naar de activisten in de tijd van de kernenergie. Ze hadden het gevoel juist dat al die mensen van Extinction Rebellion bijvoorbeeld heel veel van die groep zou kunnen leren. Maar dat daar helemaal geen ruimte voor was. Dus die wilden juist verbinden met die generatie. En onze Duitse partner, die dus in Duitsland die met de jongeren had gesproken, die vond juist heel veel intergenerationele solidariteit. Zo van, we zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje. We moeten het gewoon samen oplossen. En er is eigenlijk niet zo'n verschil tussen hun en ons. Dus dat zijn eigenlijk wel drie heel verschillende beelden die we vonden. Ja, je had dat net. Een van die beelden kwam naar voren in wat jij zei. Je zegt tegen de volgende generatie, leer vooral niet van mij. Wat hebben we dan hier eigenlijk nog te doen op onze duurbetaalde leerstoelen? Nou, het is niet voor niks dat ik kom weer terug bij dat vraagteken achter mijn titel.
Want ik denk dat Philippe Mérieux is een Franse pedagoog die eigenlijk een fantastisch mooie formulering hiervoor heeft. Mm-hmm. Die zegt, wat wij de volgende generatie kunnen laten zien is de antwoorden die wij gegeven hebben op de levensvragen die in onze tijd als het ware een bepaalde vorm krijgen. Mm-hmm. Levensvragen krijgen jullie ook, die hebben jullie ook. Wat je kunt leren van ons is hoe onze antwoorden gevormd zijn door hoe wij die vragen gepercipieerd hebben. En als je die vragen nu zelf opnieuw probeert te stellen, mm-hmm. Ga je de ruimte voelen om het contrast te zien tussen hoe wij die vraag beantwoord hebben en hoe jullie die vraag opnieuw kunnen stellen. Mm-hmm. En dan is er dus als het ware iets te leren van de vraag die je stelt op een antwoord wat je krijgt. Ik bedoel, jij bent een filosoof, dus dit moet volstrekt normaal zijn voor iedere filosoof. Mm-hmm. Wat wij altijd doen is, zodra er een antwoord gegeven wordt op een vraag, gaan wij vragen stellen over dat antwoord. Dat is echt een beroepsdeformatie natuurlijk, op een bepaalde manier. Maar het betekent dat je bij alles wat filosofen zeggen, aan het eind hou je meer vragen over dan aan het begin. Ja. En dat is goed nieuws. Is het idee, ja. En hoe gaat het ons verder helpen? Hoe dat ons verder gaat helpen, is dat dit is het mooie wat een vraag met je doet. Vooral een vraag, want dat speelt ook in het boek best een grote rol. De vragen die je aan jezelf stelt, zijn heel fascinerend paradoxaal. Want blijkbaar weet je zelf het antwoord niet. Want je stelt de vraag. Maar dan moet je hem natuurlijk niet aan jezelf stellen, want je weet het antwoord niet. Wat er dus gaat gebeuren als je een vraag wel aan jezelf stelt, en iedereen doet dat in zijn leven. Je stelt vragen over, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? En de enige reactie die je op zo'n vraag kunt geven is dat je aan het denken slaat. En daar hoef je niet eens, een stap voor te zetten. Als je een vraag aan jezelf stelt, begint het denken. Mm-hmm. Dat is het goede nieuws. En dat betekent niet, snap je, je krijgt niet direct dan een oplossing cadeau. Ja, er is niet voor niks dat hoofdstuk in mijn boek van oplossing naar improvisatie. Ja. Maar wat improvisatie doet, is dat je zegt van, hey, hier is een nieuwe situatie. Ik weet nu niet wat ik moet doen. Mm-hmm. Nou, dan moet je gaan improviseren. Ja. En daar heb ik nog een andere pedagoog die daar dan even langskomt, Max van Manen. Die zegt, wat je aan een echte pedagoog hebt, is dat die je helpt om te gaan doen wat je moet doen op het moment dat je niet weet wat je moet doen. Denken. Ja. Mm-hmm. Dat is best leuk. Ja. En er mist nog één aspect, toch? Want als je het hebt over vragen stellen en antwoorden, er zit ook luisteren nog tussen. Oh ja, nee, natuurlijk. Ja. En dat. Als ik dan denk aan wat jij zegt over die transitie, ja, dat vind ik dan interessant. In ons project, die jongeren hadden we ook jongeren gevraagd die waren betrokken bij dat initiatief van ambassade van de Noordzee. En die zeggen dan van, als we beter willen samenleven, niet alleen als mensen, maar dus ook met de rest van de ecosysteem en dieren, de zeeën en de wateren. Dan, en je zegt dat iedereen taal heeft, ja, dan moet je ook leren te luisteren. Naar die taal. Ja. Absoluut. Ja. Dat is dat laatste hoofdstuk gaat over de ontmoetingsreiziger. Die moet goed kunnen luisteren, die toch? Die inderdaad moet luisteren. Ja. Die ook juist moet luisteren naar uitingen die zich niet eens onmiddellijk zichtbaar maken als uitingen die verstaan kunnen worden. Er zit een passage, en die heb ik van een boswachter, die zegt van, luisteren is niet zo heel moeilijk om te horen wat het landschap van jou wil. Want ga maar eens naar een bos, kom met mij mee en ga luisteren. En je hoort hoe stil het is. En vroeger was het niet stil, want dan hoorde je overal vogels. Ja. En dus de stilte vertelt heel veel. Mm-hmm. Vond ik wel mooi. Maar dat luisteren heeft ook te maken met het luisteren naar andere species. Dat is iets waar jij het ook over hebt. Zou je daar nog iets... Hoe doen we dat dan? Want we spreken die taal nou precies niet. Ja. Hoe gaan we luisteren naar species die onze taal niet spreken? Nou, ik denk, kijk, ik ben zelf natuurlijk bezig met die voedselbossen. Ik vind dat zelf een heel interessant fenomeen. Even aansluitend op wat jij net zei, van denken begint eigenlijk bij het niet weten. Op momenten dat je het even niet weet. En dat kan op allerlei manieren gebeuren. Zo'n voedselbossysteem is in zichzelf al een soort grensgeval. Het is niet echt landbouw, het is niet echt recreatie, het is niet echt educatie. Het is lastig om te definiëren wat het dan wel is. Is het een tuin? En dus daar begint eigenlijk de twijfel al. Mm-hmm. Want dat maakt ook een beetje diffuus wat jouw rol is
in dat geheel? Begin je dan als een soort landbouwer? Begin je als een soort boer? Ben je een tuinder? Ben je een architect? Mm-hmm. Je bent een klein beetje van alles. Dus daar begint dat al, denk ik. Daar rommelt het al. Dus je begint er al enigszins diffuus aan. Wat je wel ziet bij veel beginnende voedselbossers is dat er toch een soort instrumentele blik nog overheerst. Zo van, ik ga dit vormgeven en dan ga ik dit aanplanten. En dan ben ik toch weer een soort van heerser over dit systeem. Mm-hmm. En krijg ik daaruit terug wat ik daarvan hoop terug te krijgen. Mm-hmm. Maar het mooie van zo'n voedselbossysteem is dat je zoveel soorten uitnodigt tot zo'n systeem, die natuurlijk allemaal een eigen willetje hebben. Allemaal een eigen taal, allemaal hun eigen allianties en symbioses en prooi versus gegeten worden en noem het maar op. Daar heb je als mens geen controle over. Dat hebben we natuurlijk nooit helemaal, maar dat is het is een soort van grote schaal naar een hele kleine schaal die dat ineens heel inzichtelijk maakt. En dat luisteren naar andersoortige, of dat nou een boom is bijvoorbeeld, of een plantje of een dier wat aankomt waaien, of een insect of bijen die er wel of niet zijn. Want dat kan inderdaad ook een indicatie zijn. Dat leer je gaandeweg, omdat je als het ware een spiegel voorgehouden krijgt van, ja, eigenlijk weer die waarom. Dus je kan wel zeggen tegen een boom, jij groeit hier. En die boom tegen jou, waarom? Mm-hmm. Ik wil dat jij zo groeit, waarom? Mm-hmm. En dat is heel confronterend. Maar dat leert je eigenlijk, of het dwingt je te luisteren naar die anderen. Vooral als je dan toch nog een beetje sturing wil proberen te geven aan zo'n systeem. Of in ieder geval kleine ingrepen probeert te doen om het bij te sturen. Ja, dus dat is een vorm van luisteren, zeg maar. Dat is een vorm van luisteren. Ja, je wordt gedwongen om te luisteren. Ja. Die ander die laat zich niet vertellen wat diens narratief is. Ja. En dat bepaalt hij zelf wel. Ja. Over luisteren gesproken, weer jongeren. Volgende filmpje, het laatste filmpje. Met een bord gaan we hier staan en zo gaan we eigenlijk het kabinet wakker schudden. Al 3 maanden lang wordt hier iedere dag gedemonstreerd. Maar vandaag doen er voor het eerst alleen maar kinderen mee. En dat komt door Bram. Ik ben Bram, ik ben 9 jaar. Ik vind de klimaatverandering heel belangrijk en daarom heb ik deze klimaatwaken georganiseerd. Een waken is een protest waarbij je niet per se hoeft te schreeuwen of te roepen. Het mag wel, maar het gaat er vooral om te laten zien wat jij belangrijk vindt. Dus jongeren, 9 jaar. En daaromtrent verzinnen een ritueel eigenlijk. Zou je kunnen zeggen, een waken. Komt uit religieuze context. Om te gaan met die crisis die ze dus heel belangrijk vinden, zeggen ze. Hoe relateert dat aan het soort van onderzoek wat je hebt gedaan naar jongeren? Zie je dat ook terug? Dit soort rituelen om uiting te geven aan het gevoel van crisis? Ja, dan moet ik denken aan zo'n onderzoekscursus die ik had gegeven. Dat ging over wat we nu dan environmental grief noemen. Dus hoe we dus omgaan bijvoorbeeld met ons verdriet over soorten die we verliezen. We zitten, ja, dat is over de extinctie, of niet, toch? Ja. Nou, en was een keer René ten Bos, ook van deze universiteit, die zei een keer in de krant van, hoe kan het toch dat we niet allemaal massaal in de rouw zijn om alle dieren die we verliezen? En dat sluit ook aan bij jouw manier van denken van, als het allemaal mede-aardbewoners zijn, waarom zijn we dan alleen verdrietig als we mensen verliezen, maar en huisdieren ook nog wel, maar niet alle soorten die we nu verliezen? Dat was voor mij echt, vond ik, een heel mooie opmerking. En zo ben ik ook verder in dat onderwerp gedoken. En uiteindelijk hebben we daar zo'n onderscurs over gegeven. En dat was heel erg leuk. Zo'n onderscurs is echt bij uitstek de gelegenheid om echt samen te denken. Van een denktankachtige structuur heeft dat. Dat is een heel mooie vorm van onderwijs. En daar kwamen we eigenlijk samen tot de conclusie ook van, er zijn eigenlijk te weinig rituelen om die emoties ergens om er iets mee te doen. De studenten gaven dat zelf aan van, ja, als je mens verliest, hebben we al heel veel rituelen. Maar voor dit soort dingen hebben we eigenlijk helemaal geen rituelen. Ik vond het wel. Toen zijn we wel samen gaan nadenken wat dat dan zou kunnen zijn. Ik vond het wel een mooie bevinding. Dus dat is ook in actie komen. Hè? Dat is een bepaalde manier van in actie komen, Jan. Hebben we meer rituelen nodig om uit de crisis te komen? Je zegt de titel van deze avond, denkend uit de crisis. Maar zouden we ook rouwend uit de crisis moeten? Ja, mijn eerste neiging is om te denken, niet zoveel haast, Kees. Uit de crisis komen gaat gewoon heel langzaam. Ja. En gaat misschien wel niet eens. Hè? Dus het gaat ook om het anders herdefiniëren van wat eigenlijk een crisis is. Mm-hmm. En of rituelen gaan helpen.
Ik ga direct struikelen over het woord helpen. Want het suggereert dat we zitten te wachten op hulp. Mm-hmm. Wat ik denk dat we zijn met elkaar, is een taalgemeenschap. En we hebben taal heel smal gemaakt. En we hebben onze omgang met elkaar en met de wereld heel erg instrumenteel gemaakt. En als we die twee dingen weghalen... Wie weet dat dat de vorm krijgt van rituelen. Want we gaan anders om met onze taal. Snap je? Mijn taal wordt niet meer direct een manier om jou om iets voor elkaar te krijgen. Maar ik probeer iets te delen met jou. En ik kan het op allerlei manieren delen. Maar het fascinerende aan delen is dat jij moet aan van de helft doen. Snap je? Ik kan het niet in mijn eentje delen. Mm-hmm. Als jij dat niet oppakt. Dus we moeten een vorm zien te vinden van dingen samen doen. Waarbij we heel goed ons moeten realiseren dat ieder van ons op een of andere manier maar de helft doet. En die helft ook niet, als het ware, kan neerzetten als de enige respons die er nu voor jou is om de andere helft te leveren. Dus ik doe iets waarvan ik niet eens weet of het de helft is. Wie weet dat je daarover kunt filosoferen in de zin van, dit is eigenlijk wat een ritueel is. Mm-hmm. Het is de helft van een boodschap die eigenlijk door de andere partijen nog afgemaakt moet worden om een boodschap te zijn. Maar dat kan aan deze kant niet georganiseerd worden. Mm-hmm. Is een ritueel ook iets, het relationele natuurbeeld, mensbeeld waar jij het over hebt? Ik moet zelf denken aan een... ik ben toevallig door een student op het pad gezet van... er zijn nu rituelen in Zwitserland en in Oostenrijk... waar ze een soort begrafenisritueel voor een gletsjer... dus een uitstervende, een dying gletsjer uitvoeren. Ook weer vooral jongeren, iets ouder dan 9 jaar, die dat doen. Is dat ook een manier om onze verbinding, onze verbondenheid... die relationele kant... uit te drukken, eigenlijk beyond words, hè, de voorbije woorden? Ja, voorbije woorden. Ik denk taligheid, maar ook emoties en houdingen. Als je serieus neemt dat wij inderdaad belichaamde dieren zijn... en dat dus ook die emoties en alles wat we doen en de taal... ook altijd een lichamelijke ervaring is... dan denk ik inderdaad dat alleen maar denken dat je er daarmee niet komt... omdat je dan toch weer de nadruk legt op ratio... maar dat het meer, zoals Henk Oosterling het noemt, doemdenken. Mm-hmm. Als een soort tegenhanger van doemdenken. Mm-hmm. Door te handelen, daar zit misschien ook weer die constitutieve hoop zeg maar in. Mm-hmm. Dus door het te doen... Door samen dat aan te gaan, door samen verhalen uit te voeren of rituelen uit te voeren. Ik denk dat dat wel een enorme transformatieve kracht in zich draagt. Dus dat je wel degelijk anders kan leren denken en je anders kan leren verhouden. En dat dat meer is dan alleen maar beeldspraak. Want zoals we zien, metaforen zijn niet alleen maar iets abstracts, maar ze vormen ook daadwerkelijk onze leefwereld. En dat zie je op allerlei verschillende manieren terug. Dus bijvoorbeeld het feit dat in Duitsland nog steeds veel meer bossen in stedelijke gebieden staan. Waar de grootste is geloof ik in Hannover. Ja. Wat echt een flink bos is. In het midden van de stadskern. De reden dat bos daar is. Is omdat Duitsers zich hun nationale identiteit. Heel sterk aan die oerbossen verbinden. Dat is zeg maar de plek van husaren en hun mythes en hun sprookjes. Waardoor ze eigenlijk op het moment van industrialisatie en verstedelijking. Waar je eigenlijk wereldwijd zag dat steeds meer bossen daaraan moesten geloven. Vanwege hele praktische redenen. Want brandhout nodig of wat meer ruimte om te wonen mogen nodig. Dat Duitse stedelingen zich hard maakten voor de bomen. Die mochten niet worden omgelegd. Want dat raakte eigenlijk aan hen zelf. Mm-hmm. Die bomen zijn zij. Dus dat is even een voorbeeldje om te laten zien... dat dat soort metaforen, dat soort denken... wel degelijk ook echte wereld indrukken achterlaat. Vormingen. Dus denken uit de crisis is breder dan alleen wat je in je... Meer dan alleen die ratio. Ja, het is ook dat handelen en het doen. Daar zit ook die transformatie in het denken, denk ik. Of de mogelijkheid om daartoe te komen. Ja, daar zou ik graag bij willen aansluiten. Want inderdaad, als je ook kijkt, hè, wat vaak wordt gezegd... als we iets willen doen, moeten we gaan samenwerken. En wat vaak aan de basis ligt van een bredere vorm van samenwerken... dus zowel met mensen als met anderen, niet mensen,
Dat zit onder dat je je verbonden moet voelen. En als je kijkt naar het denken over die verbondenheid, en dat zijn ook theorieën die gaan over die, wat jij dan ook die transformatie noemt, dus in het duurzaamheidsdenken. En dan heb je die theorie heet dan de leverage point theory, maar dat is een soort wibwap. En die zegt eigenlijk, je kunt op meerdere punten, en dit zijn ook meteen de dimensies van verbondenheid, kun je ingrijpen. En dan heeft dat meer of minder leverage. Dus er gaat meer of minder effect op maatschappelijk niveau dat er iets gebeurt. En aan de linkerkant, dus dat is dan wat oppervlakkerige ingrijpen, is bijvoorbeeld materieel. Dus dat je op materieel gebied verbonden voelt. Dus je kan bijvoorbeeld een appel eten en beseffen, hé, die komt daar vandaan, van een boom, of dat is lokaal voedsel. En dan heb je wat stappen, en dan kom je naar cognitief, zodat je begrijpt hoe processen werken. En dan heb je emotioneel affectief, dus dat je die emoties de ruimte geeft, waar we net over hadden. En helemaal aan de rechterkant staat reflexief. Dus dat je gaat nadenken over die verbondenheid, over je relatie met de natuur. En die heeft een hele grote leverage, zegt de theorie. Dus, maar ze werken heel sterk op elkaar in. Het slimste is als je iets wil bereiken, om te zorgen dat je op die verschillende punten. Dus één mens werkt nou eenmaal meer cognitief. Was laatst op pad met wat mensen. En iemand zei, ja, je moet die verbinding voelen met natuur. En toen zei die ander, ja, dus wat hoor je nu? En die ging meteen zo'n vogelnaam noemen. Ja, ik hoor die en die vogel. En toen zei hij, nee, je moet niet meteen een naam geven, want dan ben je alleen maar cognitief bezig. Terwijl dat werkte voor die persoon. Die voelde zich juist verbonden, omdat die wist welke vogel het was. Ja. En maar voor een ander, die blokkeert dan juist. Denkt, het moet allemaal weer een naampje hebben. Zo. En als je dus het moeilijkste is om mensen te laten nadenken over die relatie met natuur. Maar als je daar komt, en dat kan wel door die andere. Via die andere aanknopingspunten, dan heeft dat wel het meeste effect richting een transformatie. Ja.